En we bekijken ook altijd even het positieve nieuws in al deze ellende. We draaien de muziek van artiesten die ook niet meer kunnen optreden in deze tijd. Ook dat, ja. Ja. Ja, precies. Zeker. En een van die artiesten die niet kan optreden op dit moment is Ivo van der Bijl. Ivo, goedemiddag. Een hele goede middag, mannen. Goedemiddag. Jij bent zanger en normaal heb je allemaal optredens hier en daar. Maar nu even niet, want alles is gesloten, alles is gecanceld. Dus toen dacht jij, wat ga ik doen? Een vriendin van mij, die kwam met het idee, jouw moeder zit in het verzorgingshuis, Mondel in. En die had zoiets van, kun je daar niet komen zingen? Ik zeg, ja, dat vind ik wel leuk. En toen zei ze, kunnen we dat niet op meerplaats regelen? Dat vind ik leuk. En nu heb ik 50 opdrachten in mijn agenda staan. Hoeveel? Ah, wat? 50, 51 of zo. Iedere uur komt er eentje bij. Nou, het is leuk om te vertellen misschien even. We wilden eigenlijk gisteren met Ivo bellen in het programma. Maar toen was hij druk aan het optreden. Dus ja. We hebben het moeten verplaatsen naar vandaag. Dus dat geeft al wel aan dat het lekker loopt. Want wat doe je? Jij gaat naar de mensen toe? Ja, ik heb zo'n accuboxje. Een microfoontje eraan, een mp3-spelertje eraan. En dan ga ik buiten op straat wat blaren. Gewoon blaren op straat. En mensen die er langs lopen, zolang het op afstand is, die hebben het hartstikke gezellig. Nee, er zijn ook mensen die stoppen natuurlijk. En die vinden het allemaal prachtig. En die mensen in het verzorgingshuis, die genieten achter het raam. De zusters en de broeders erbij. En dan probeer ik ze een beetje steun te geven. Het lijkt me verschrikkelijk als je op je kamertje zit en je mag geen familie ontvangen. Je zit alleen maar, je mag medebroeders zie je niet, alleen maar de verzorging. En dan voel je je wel heel erg alleen, denk ik. En kunnen ze dan ook het raampje open doen en dan met zo'n papieren vliegtuigje een verzoeknummertje naar je toe laten dat vliegen? Dat zou zeker kunnen, ja. Dat zou zeker kunnen. Maar hoe voorkom je dat mensen gaan dansen? Want ik kan me zo voorstellen, als jij daar bent en dan wil je gaan dansen met elkaar, maar dat mag niet. Nou, de verpleging kan de bewoners natuurlijk wel gewoon aanraken. Oh ja. Dus ze staan er wel naast en ze sjonkelen een beetje. En dat valt wel mee. En waar sta je zoal? Want wij zijn hier in Parkstad. Kom je ook nog naar Heerlen of Kerkrade of hier in de buurt ergens? Ja. We hebben een heel team van artiesten. Oh. Martin Hurkes doet ook mee. Ja. Happy and the Two Tones doet mee. Hoe heet die? Peter Leijsen die doet mee. De Hofferprins is dat. Ja. En we komen echt overal. Alle 4 programma instellingen. Oranjehof zit erbij. Eigenlijk zijn we ze eigenlijk allemaal aan het doen. Ja, en ik kan niet zingen, maar ik kan me zo voorstellen dat als ik artiest was, dat ik ook wel mee wilde doen. Kan dat? Ja, zeker. Waar moet ik zijn? Stuur even een mailtje naar mij. info@ivovanderbijl.com. Ja. Heel goed. Ja, ik ben artiest, hè? Het is toevallig vandaag precies een jaar geleden dat mijn liedje uit is gekomen. Oh. Dus misschien geef ik hem wel even op. Stuur ik wel even een mailtje. Doe maar mee. Nou, hartstikke goed. Hey, Ivo, zijn je vandaag nog ergens? Moeten we nu snel ook gaan ophangen? Ja, ik moet eigenlijk naar Herkenbos. Oh, god. Nou, maak ze gek. Doe ik helemaal. Het dak eraf. En Ivo, waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Dankjewel, Ivo. Succes. Dankjewel, man. Doeg.